Nou, we hebben weer een filmpje, een leuk filmpje denk ik. Nou, een leuke auto. Een Mazda MX-6 uit 1993. Ja, ja, ja. Nou, kijk, daar komt hij. Kijk, hij is matrood. Ja, er zijn er niet zoveel meer van, hè. Was afgekeurd. Ik heb gekeurd, maar was afgekeurd. Op de katalysator. Die had niet de goede waardes. Ja, dat gebeurt nog eens, hè. Kijk, daar ligt de katalysator. Dus, maar we gaan even een stukje rijden. Want daar, daar doen we het voor. Woe! Hoppa! Rondom remschijven. Nou, is van Tuin. Tuin! Tuin Keizer. Wat is dit nou weer? Wie is dit nou weer? Verkeersrijschool. Hopver de hopver. Ja. Ah. Ik weet niet wat het allemaal is, hoort hij niet. Weet nou al. Moet ik hiermee allemaal? Gaat het allemaal goed? Geloof ik wel. Het is geen automaat. Ja, hij is een beetje apart. Maar hij is gewoon wel. Ja, je ruikt gewoon dat die nieuw is, die katalysator, dus nou maar. Het is nog snel ook. Nou, dat wil je toch wel, hè? Coupeetje, MX-6. Nou, echt. Dan heb je ook dat stuk Zedos autootjes. Dat zijn dan wat luxere Mazda'tjes. Ja, hij rijdt gewoon helemaal super gaaf. Ja, zonde van een nieuwe katalysator. Het is zonde, hij kwam gewoon net niet aan zijn waarde. Ja, dat is dan zonde. Ja, ik ga hem echt niet goedkeuren. Waarom zou ik dat doen? Dat ga ik echt niet doen. Bijna weekend. Nou, gisteren natuurlijk 25 jaar bij de KNVB. Ik heb helemaal niks gehoord. Niks, niets, niets. Ik denk, nou joh, KNVB, je laat je lekker kennen. En ik kan zeggen, joh, dat zijn beginwedstrijd dat je diploma niet hebt. Dat is gewoon gelul. Ik kan zeggen, in je proeftijd ook niet. Dat denk ik niet, maar echt, al maak ik een beetje tegen. Maar, andere kant is wel, ja, er werd volop gereageerd over ja, wat er allemaal gebeurd is in die tijd. En allemaal leuke dingen, natuurlijk ook minder leuke dingen. Belde de AD ook, Hans Gullik. Ja, Hans Gullik, die komt maandag een interviewtje doen. Nou, dat wordt helemaal, ik ben benieuwd. Dus, maar ja, hielspoor, ook niet leuk. Ik ben tijd mee bezig. Ik hoop dat het goed komt. En zo niet, nou ja, houdt het op. Maar ja, we hadden het over die auto. Een V6, 2,5. Er zitten distributieriempjes op. Moet eigenlijk wel een keertje vervangen worden. Ja. Maar is die auto dat nog waard? Roest zit er ook helemaal niet op. Dat valt me eigenlijk ook helemaal mee. En dan denk ik van, nou. Dacht ik al. Die taxi die ging dus even naar Gokan. Turkse jongens, hier. Dat zie je gewoon, hè? Apart. Apart. Niks mis mee, maar. Bijna weekend. Straks lekker committen. Als met z'n tweeën. Ja, dat is leuk. Hij is weer klaar. Hij is weer klaar. Hij is gewoon goed. Hij is gewoon goed. Ja. Barauto. Echt een barauto. Ik kan er gewoon niet meer uitkomen, joh. Ja. Ja, het is gewoon leuk. Hij is leuk. Dus ik vind hem mooi. We gaan hem mooi afsluiten.